Voor de hoeveelste keer ben je op Pinkpop vandaag? Toevallig gisteren geteld, dit is de 24ste. De 24ste? Dus ik heb bijna een jubileum. Wat maakt dit festival zo ontzettend bijzonder? Ja, dit festival loopt een beetje als een rode draad door mijn leven eigenlijk wel. Ik ben hier de allereerste keer dat ik daar naartoe ging, was ik 8, aan de hand van mijn oom en tante. Zwaar onder de indruk van alle stoere mensen die daar rondliepen, bier te drinken. Toen was Pinkpop ook nog een iets heftiger festival. Ja. Het is inmiddels een familiefestival geworden. Was toen nog echt wel voor de ruige jongens uit het dorp, zou ik maar zeggen. Dus dat vond ik machtig. En toen ik puber werd, een jaar of 14, toen ging ik natuurlijk met mijn vrienden als echte Limburger, gingen wij hier naartoe. Dat was 1992, de eerste keer. Ja. Het jaar van Pearl Jam, de Snoop Dogg van Eddie Vedder, het jaar ook van Rowan Heijzen, ja. Waar ik toen zwaar fan van was en waar we een spandoek voor gemaakt hadden. Jullie hebben hetzelfde repetitiekot nog, hè? Jullie hebben repetitiekot aan hun nu gegeven. Wij hebben dat symbolisch doorgegeven, ja. Jacques Poels vertelde me dat je een briefje had achtergelaten. Hopelijk schrijven jullie hier meer hits dan wij. Ja, dat zouden wij geschreven kunnen hebben. Dat zit wel in onze humor.